Wie is jouw favoriete flame? Oei, oei, dat is hier riskant. Als ik de leukste flame moet aanduiden, dat jij dat bent. Puur omdat we goed overeenkomen. Goed antwoord. Hey. Hey. Ik ben Marie, ik ben W19 speler. Ik ben Sari, ik speel bij Leuven. Ah, ik speel daar ook. Ja, toevallig. Ja. Maar we kennen elkaar al. Hè. Ja, uiteraard. Wat is het ene ding waar je niet zonder kan leven? Ik heb altijd de voetbal kunnen zeggen. Ja. Ik merk wel dat ik dat mis als we zo in de voorbereidingen op vakantie mogen gaan en ik geen bal mag aanraken. Wat is jouw bijnaam? Kees. Ja. Met welke andere flame kan je jouw manier van voetballen vergelijken? Veli of zo, boxplayer, ook wel een team meer. Wat is jouw beste herinnering aan de Flames? Ik denk dat het EK wel een heel mooie ervaring voor mij was. Zeker als we historie mochten schrijven en dan de volgende ronde mochten op een EK wat nog nooit gebeurd was. Omschrijf jezelf in 3 woorden. Positief, denk ik. Misschien ook wat impulsief, dat ik soms wat meer moet nadenken. Dat is waar. En rustig. Als je 1 superkracht kon hebben, welke zou je dan kiezen? Ik denk dat ik dan gewoon wil knippen met mijn vingers en dat ik dan op een plaats wil zijn zonder dat ik moet reizen en zeker niet moet vliegen met het vliegtuig. Wat is jouw droomclub? Barcelona, omdat dat wel, toch wel chic is. Goed weer, leuke omgeving, goede club. Maar ook wel zo ploeg in Engeland, zoals in Liverpool of Manchester City of zo. Wie was jouw idool toen je jong was? Maar ik had altijd als idool Kevin De Bruyne, omdat dat een speler is die down to earth is. Bij u? Ook. Ook De Bruyne. Zelfde reden. En, heb je misschien nog tips voor mij voor het EK? Ik zou zeggen, gewoon goed geloven en jezelf ook een beetje laten zien. Ik heb er zin in.